Op het ogenblik dat een patiënt een oproep doet, worden deze oproepen ook onmiddellijk op het scherm getoond. Wil de verpleging iets meer details weten, drukt men daarop en dan krijgt men eigenlijk de volledige informatie wat er aan de hand is. Dag kijkers en welkom bij alweer de laatste aflevering van de Toekomstfabriek. De afgelopen weken hebben we u laten kennismaken met enkele innovatieve bedrijven in Limburg die elk hun steentje bijdragen aan de economie van morgen. Afsluiten doen we met IndigoCare uit Beringen. Het dochterbedrijf van ESSEC ontwikkelde een hoogtechnologisch verpleegoproepsysteem dat wereldwijd wordt verdeeld. Dit is de Toekomstfabriek. En is meekomen aanschuiven Peter Jans van IndigoCare. Welkom in de studio, meneer Jans. Ja, IndigoCare, wie zijn jullie precies? Wij zijn een dochteronderneming van de ESSEC Groep. Wij zijn eigenlijk een ontwikkelingsclub. Wij ontwikkelen verpleegoproepsystemen, produceren die en verdelen die. Ja, het bedrijf is niet nieuw. Wanneer zijn jullie opgericht? Wij zijn opgericht in 2009, maar die ideeën zijn ontstaan in 2005. Eerste installaties in 2007. En toen zagen we gewoon de groei en moesten we eigenlijk een nieuwe company oprichten. En dat is in 2009 gebeurd. Dat was in 2005 een nieuwe markt. Ondertussen is er veel gebeurd, denk ik. Ja, in die tijd kwamen we met iets uit wat marktverstorend was. Mensen hadden IP voor verpleegoproepsysteem, gevaarlijk, kan gehackt worden en dergelijke. Maar vandaag stellen wij vast dat het eigenlijk de norm geworden is. Ja, we zien dat ESSEC en ook dus IndigoCare enorm gegroeid is de afgelopen jaren. Hè? Hoe groot is de groep ondertussen? Ondertussen zitten we in de groep met ongeveer 100 medewerkers, waarvan 14-tal binnen het IndigoCare-team zitten. Ja, verpleegoproepsystemen, dan denken we vaak aan de knop langs het bed van de patiënt. Maar het is ruimer dan dat? Ja, het is veel ruimer dan dat. Hè. Men ziet enkel in de knop om de oproep te starten, maar daar zit een heel mechanisme achter om uiteindelijk de verpleging op hoogte te brengen van dat er iets aan de hand is. En het is niet enkel in de knop, maar je hebt ook nog apparaten in de kamer die ervoor zorgen dat er alarmen gegeven worden. Ja, dus met andere woorden, als de patiënt op de knop drukt, dan mag je er zeker van zijn dat hij geholpen wordt. Tuurlijk, daar staan wij voor. Ja. Ja. En dat is heel breed, zegt u. Waar moeten we dan aan denken bijvoorbeeld? Want Ja, het gaat eigenlijk vanuit de knop naar de verpleegcentrale. Van daaruit moeten we het dan draadlos zien bij de verpleging te krijgen. Vroeger ging dat nog om een biepertje, vandaag de dag zijn dat smartphones. Dus die smartphones hebben weer extra functies. Dus al dat soort dingen zijn technologieën die wij volop mee opvolgen en mee innovatief aan werken om nieuwe functionaliteit er bovenop te zetten. En ook de tablet bijvoorbeeld heeft zijn intrede gedaan in de patiëntenkamer. Klopt. Het is zo dat patiënten ook regelmatig wel eens dingen willen gaan doen op dit soort terminals. Dan kan je het weer bekijken, je kan het nieuws bekijken, maar daarnaast kan je het ook als videofoon gebruiken. Er zijn dus tal van applicaties die er bovenop kunnen gedraaid worden. Ja. Wie zijn jullie klanten bij IndigoCare? Onze klanten zijn ziekenhuizen, private ziekenhuizen, als we dan typisch over export spreken, maar ook rusthoorden en verzorgingstehuizen zijn echte mensen die eigenlijk een alarm nodig hebben. Maar dat kan ook even buiten die zorgsector gaan. We hebben bijvoorbeeld ook OCMW's waar je op een knop geduwd kan worden voor alarmering te geven. Ja, u zei het net al, het is enorm bescheiden begonnen destijds in 2005, maar ondertussen wel geëxplodeerd. En de belangrijke markt is de exportmarkt, begrijp ik. Klopt. Het is zo dat de Belgische markt voor een fatsoenlijke productie te draaien eigenlijk te klein is. En vandaar dat we eigenlijk zijn gaan zoeken in export kunnen we niet die aantallen verhogen om de kostprijs te drukken van de apparaten die we ontwikkelen en dat die betaalbaar worden. En export was een noodzaak. En wat maakt dat jullie vandaag wereldwijd actief zijn? Klopt. We hebben dus van Canada, US, Europa en het Midden-Oosten en een stuk van Afrika wat op dit ogenblik op onze roadmap staan. Oké, Peter, we praten zo dadelijk verder. Blijf nog even zitten, want onze journalist ging eerder deze week al op bezoek bij IndigoCare in Beringen. Welkom bij IndigoCare. Wij zijn een onderdeel van de ESSEC Groep en in Beringen gevestigd.
Wij zijn een fabrikant van verpleegoproepsystemen die dan verdeeld worden over de rest van de wereld. Het ICALL-systeem is een verpleegoproepsysteem dat gebruikt wordt in rust- en verzorgingstehuizen, in ziekenhuizen, in private clinics, eigenlijk alle omgevingen waar alarmfunctionaliteit nodig is. Op het ogenblik dat de patiënt een oproep doet, dan gaat deze op meerdere manieren naar de verpleging gemeld worden. We hebben hier twee voorbeelden. We hebben een kleine smartphone en we hebben een verpleegpost. Dus op het ogenblik dat een patiënt een oproep doet, worden deze oproepen ook onmiddellijk op het scherm getoond. Wil de verpleging iets meer details weten, drukt men daarop en dan krijgt men eigenlijk de volledige informatie wat er aan de hand is, bij welke plaats, welke kamer. En live tracking zit er ook bij. Het ICALL-systeem is een systeem dat ontwikkeld is gebaseerd op totaal nieuwe technologieën. De oude kabelagestructuren van vroeger met systemen eraan zijn vervangen door nieuwe IP-gestuurde technologieën. Touchscreens, RFID, personenidentificatie zijn allemaal dingen die toegevoegd zijn in nieuwe technologieën, maar toch kunnen gebruik maken van oude kabelage. Binnen ons ICALL-systeem zitten we continu met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe innovatie. Een van onze nieuwe dingen die we vandaag hebben is iTrack. Deze medaillon kan de patiënt gebruiken voor een oproep te doen, maar daarnaast kunnen wij melden waar de patiënt zich bevindt op het ogenblik van de oproep. Daarnaast kan men live tracken als de persoon zich toch nog in kwestie zou bewegen, dat men kan zien waar die patiënt zich op dat ogenblik bevindt. We hebben recent deze award ook gevonden, dankzij VOCA de exportprijs. Om de innovaties en de R&D te blijven rechtvaardigen, heb je een grotere afzetmarkt nodig, groter dan Vlaanderen, België is. En dan voornamelijk buiten de Benelux, waar de projecten veel groter zijn in standaardomvang. Dus vandaag zitten we in een 40-tal landen wereldwijd en doen we 80% van onze omzet in het buitenland. Onze ambitie is natuurlijk om te blijven groeien, want stilstand is achteruitgaan. Dat uit zich ook in volgend jaar een compleet nieuwe vestiging, waar we allemaal nog dynamischer zullen kunnen gaan toewerken naar onze nieuwe doelen. Vooral Europa staat voor uitdagingen tegenwoordig. Vandaar dat we zeker ook internationaal wereldwijd moeten blijven kijken en investeren in nieuwe partnerships. Ja, we zagen net grote plannen bij Essek en bij Indigo Care, want jullie gaan verhuizen. Inderdaad, wij zijn een nieuwbouw aan het zetten op dit ogenblik in de Senderlo, omdat we gewoon terug, we zitten te klein waar we nu zitten en we moeten echt allemaal samen terug in één groot gebouw, groot magazijn en productie kunnen vergroten. Ja, dus een verhuis dringt zich met andere woorden op, er is geen andere oplossing. Er is eigenlijk geen andere oplossing vandaag, we hebben echt plaats nodig. Het gaat om een grote investering, neem ik aan. Ja, we zitten iets meer dan 6 miljoen. Dus even slikken, maar we hebben het nodig. Geloof in de toekomst is er. Uiteraard. Ja, ja. Op dit moment investeren in een nieuwbouw, terwijl we net corona gehad hebben. Betekent dat de coronacrisis eigenlijk voor jullie verteerd is? Corona heeft ons ook aangetast, maar ja, we hebben geleerd van op het ogenblik dat het wat minder gaat, dan moeten we kijken naar de toekomst, hoe we daarvan kunnen zorgen dat het een beter resultaat geeft. En de nieuwbouw is daar een absolute noodzaak. Dus die bladzijde wordt omgeslagen. Het ICALL-systeem zagen we net al eventjes. Dat is vernieuwend omdat het IP gestuurd is. Dat moet u eens even uitleggen. Ja, het is zo dat de traditionele verpleegoproepsystemen die gekend zijn, allemaal eigen structuur, eigen basis hebben. Wij zijn eigenlijk naar een nieuwe technologie gegaan, IP-technologie, de internetprotocol zoals iedereen dat kent. Dus het IP-adres eigenlijk, het is er verband mee, het is ongeveer hetzelfde. Het is eigenlijk hetzelfde. Het geeft alleen het grote voordeel dat we veel sneller kunnen communiceren, dat we ook andere toepassingen kunnen draaien, waardoor je dus die touchen die we gezien hebben ook sneller applicaties kunnen opzetten. Het is gewoon
de beste manier vandaag de dag om te communiceren. Ja, en via die iTrack kan je eigenlijk ook mensen terugvinden, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, als iemand aan de haal gaat of wat alles kan gebeuren, mensen vermist zijn. Die kunnen dan opgespoord worden, bijvoorbeeld. Ja, het nieuwe product, dus iTrack, waar we nu mee bezig zijn, dat kan je effectief, dat is een draadloos systeem. Dus van het IP-systeem hebben we nu een nieuwe innovatie gestart en dat is draadloos. En daarmee kan je dus mensen die een oproep, die in nood zijn, onmiddellijk kunnen lokaliseren en kan de verpleging onmiddellijk daar naartoe gaan, naar de juiste plaats en de patiënt niet moeten gaan zoeken in een gebouw. Nu, jullie zijn daar al een tijdje mee bezig, firma opgericht in 2005. Jullie hadden, heb ik me laten vertellen, het eerste systeem wereldwijd dat aangesloten is op een datanetwerk. Klopt, dat was het meest innovatieve op dat ogenblik en ook het meest argwanende voor de concurrenten en voor de klanten ook, want IP was hackable en dergelijke. Vandaag de dag is het gewoon de nieuwe standaard geworden. Ja, en er staat nog veel meer nieuws aan te komen, maar daar gaan we het zo dadelijk uiteraard over hebben. Bedrijven die ook in de toekomst willen meetellen, moeten een digitale omslag maken. Dat was de kernboodschap die Voke op DigiNoon naar voren bracht. De werkgeversorganisatie hoopte met het evenement ook op een kruisbestuiving tussen de ondernemers en de sectoren. Plaats van afspraak was Logiville, waar innovatie en logistiek hand in hand gaan. Digitale technologieën spelen al langer een belangrijke rol in de meest uiteenlopende toepassingen. Maar een extra duwtje in de rug geven, zoals hier op Logiville in Antwerpen, kan nooit kwaad. Vandaag zijn we hier bij Logiville, een van de ecosysteempartners van Vlaio. En we brengen eigenlijk bedrijven, kennisinstellingen en topsprekers bij elkaar om digitale transformatie te stimuleren bij KMO's. En bij de aanwezigen zijn ook heel wat Limburgse ondernemers. Onze provincie blijft een logistiek ankerpunt en ook daarom is digitalisering belangrijk. Limburg is natuurlijk een belangrijke regio naar logistiek toe. We hebben daar ook een heel aantal KMO's in. En het is superbelangrijk dat ze heel pragmatisch kunnen zien, ja, wat kun je nu met die digitalisering? En dan dat die er vooral mee aan de slag gaan natuurlijk. Dat is ook wat spreker en futuroloog Rick Verra betoogt. Mens en planeet kunnen alleen nog verder als er gedigitaliseerd wordt. Alle bedrijven weten dat ze moeten inzetten op het verbeteren van de omgang met mens en planeet. En als je dat wil doen, dan moet je heel complexe problemen aanpakken. En complexe problemen aanpakken, we gaan geholpen worden door augmented intelligence, ons menselijk inzicht, geholpen door de rekenkracht van artificiële intelligentie. En dat is digitalisering. Dus met andere woorden, we kunnen niet zonder, we moeten wel. Er is geen andere optie. Als we beter willen zijn voor de mens en als we de planeet willen redden, dan hebben we digitalisering nodig. En een mooi voorbeeld daarvan is het product UBI van het Limburgse bedrijf BlueLock. Het is een product dat net gereleased is. Het noemt UBI. Het is eigenlijk een computer die toelaat van heel nauwkeurige plaatsbepaling te doen. En het heeft interessante toepassingen, bijvoorbeeld in de logistiek. Dus waar we vorkliften gaan uitrusten met dit soort toestellen, zodat die vorkliften zichzelf heel nauwkeurig kunnen positioneren, hun snelheid bepalen, hun richting. En zo kunnen we botsingen voorspellen en voorkomen. We gaan ook pallet tracking kunnen doen daarmee, zodat we tijd kunnen uitsparen met het op zoek gaan naar verloren paletten. Dus ook de logistiek wordt productiever. Peter Jans van IndigoCare nog altijd in de studio. En Peter, ik stel de vraag voor de laatste keer vandaag in de toekomstfabriek. Wie hebt u meegebracht? Ik heb mijn collega exportmanager Jan Bekkers meegebracht. Ja, omdat export nu één keer belangrijk is in het verhaal van IndigoCare. 80% gaat naar het buitenland. Klopt. Dus in 2009 is besloten geweest om een tak op te richten binnen ESSEC, specifiek gericht op de export. En vandaag de dag inderdaad, 80% van onze omzet wordt gerealiseerd in het buitenland. En dan hebben we installed base in meer dan 45 landen wereldwijd. 45 landen wereldwijd. Ja. Jullie zijn actief op alle continenten dan, mogen we het zo omschrijven? Er zijn een paar minder populaire continenten, zoals Azië en nu het Russische continent, zeg maar. Dus die worden niet meegerekend. Maar voor de rest zitten wij in alle continenten inderdaad actief bezig. Maar is het dan een bewuste keuze om bijvoorbeeld in China weg te blijven? Of? Is een linker situatie, hè, omdat we deels wel een
paar steeds minder componenten van Ginder halen. Maar anderzijds, het kopieergedrag Ginder is indrukwekkend en beangstigend natuurlijk. Daar moet je rekening mee houden. Ja, maar de gouden regel is, wie wil investeren in innovatie, die moet naar het buitenland durven kijken. Dus het manco wordt soms wel eens gezegd van de Limburgse economie. Hè. De export kan nog beter. Nou, 100%. België, Vlaanderen is te klein voor innovatieve producten, omdat innovatie en R&D veel geld kost. De omringende landen zijn vrij vergelijkbaar, dus de stap binnen de technologie is niet zo groot. Maar verder is het, eens je die stap hebt gezet en het doorhebt van kijk, we gaan tailor-made in bepaalde landen oplossingen aanbieden en kijken of we die tailor-made oplossingen ook kunnen vertalen naar andere landen, dan is de R&D eigenlijk vrij eenvoudig terugbetaalbaar en relevant vooral. Ja, 80% gaat naar het buitenland. Mogen we ook weten welk de grootste afzetmarkt is wereldwijd? Logischerwijs de buurlanden. Nederland, Duitsland zijn heel belangrijk voor ons. Dan heb je de Nordics, Scandinavië, die dezelfde mentaliteit hebben als wij. Ook een beetje geïsoleerd en daarom heel open naar nieuwe technologieën. En verder de emerging markets, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabië. Jullie leveren de producten daar af. Dat zijn hoogwaardige, hoogtechnologische producten. Die landen waar jullie terechtkomen zijn niet altijd mee natuurlijk met die nieuwe technieken. Nee. Doen jullie ook aan opleiding ter plaatse van mensen? Zijn er taalproblemen bijvoorbeeld? We werken puur alleen maar met partners. En die partners moeten eigenlijk onze collega's worden. Dus die gaan we opleiden, daar gaan we voor een helpdesk voorzien. Het is heel belangrijk, we zijn niet alleen met technologische innovatie bezig, maar we gaan die ook commercieel en marketinggewijs ondersteunen. Dus dat is een heel dichtbij zijnde samenwerking in alle verschillende landen. Dus het is geen dozenschuiven, maar heel intensief persoonlijk aanpak. Ja, Peter, met het exportbeleid zijn jullie ook al in de prijzen gevallen. Klopt. We hebben de VOCA-prijs mogen nemen van export, waar we super gelukkig mee zijn. Een bekroning op het werk dat wat onze collega's gerealiseerd hebben in het buitenland. Ja. En we danken VOCA en voor de appreciatie daarvan. Geeft dat een boost aan het project van IndigoCare? Ja, dit is een boost voor onze company. Dit is een erkenning van jaren werken. En ja, top vinden wij dit. Ja, waarom hebben jullie die prijs gewonnen, Jan? Sowieso zeer verdiend natuurlijk. Ja. Het is, hard aan gewerkt, ja. Ja, het is natuurlijk een bekroning op het feit, zoals Peter zegt, we hebben een fantastisch team. Zowel privé als qua professionele omstandigheden komen we heel goed overeen. We zetten heel duidelijk in op de Vlaamse, Belgische verankering van onze producten. Alles is made in Belgium. Sinds 12 jaar actief in het buitenland, elk jaar gestage omzetgroei. En natuurlijk een enorme focus op innovatie. Ja. Dat we echt nieuwe en andere producten kunnen aanbieden die nodig zijn op de markt. Ja, en het staat natuurlijk niet stil. Belangrijke voordelen voor jullie is het NEC. Hè? Dat is een wereldspeler, NEC. Klopt. Ook weer als goede Vlaming zetten we in op open structuren en open communicatie. Dus NEC is een Japanse wereldspeler betreffende telefonie. Dus die hebben wij geïntegreerd in onze systemen, voor spraaktechnologie bijvoorbeeld. Wij zijn daar wereldwijd mee onderweg. We hebben daar ook de Worldwide Technology Partner Award mee gewonnen. En het is een van de vele zeer interessante technologiepartnerships die we hebben in de wereld om totaalpakketten te kunnen aanbieden die andere mensen niet zien. Maar u vertelde net al iets over, Peter, over dat nieuwe iTrack systeem. Dat is het nieuwste van het nieuwste. Inderdaad, wij zijn dus ons IP-verhaal is vandaag de dag volledig klaar. De productengamma is volledig vol. En we zitten eigenlijk nu aan een nieuwe generatie aan het denken. iTrack is compleet brand new, eigen ontwikkeling. Daarin zitten drie technologieën verwerkt in één kleine zender. En eigenlijk alles weer voor de patiënt een betrouwbare oplossing te geven. We trekken mensen, we geven de mogelijkheid voor alarm en we beschermen mensen tegen gebouwen te laten verlaten waar het eigenlijk niet toegelaten is. En dat is dan voor u de uitdaging om dat ook wereldwijd op de markt te brengen en aan de man te brengen? Vooral. Absoluut, en bevattelijk aan de man te brengen. Mm-hmm. Want af en toe is onze grote flexibiliteit en de interpreteerbaarheid van onze oplossingen de uitdagingen. Mensen hebben graag dat je zegt, het is hier links en daar naar rechts. Wij zeggen van ga maar, wij zorgen dat je aankomt. En dat is de uitdaging
En dat is waar wij het verschil maken. Ja. Wij luisteren naar de klanten. En het is een beetje cliché, maar het is luisteren, leren en leveren. Dus elk land zegt mij wat belangrijk is. Wij zitten met R&D samen en wij proberen het dan landspecifiek te implementeren. Werk genoeg op de plank, zou ik zeggen. Sowieso. Wat brengt de toekomst nog voor exportgericht IndigoCare? Sowieso blijven ontwikkelen, blijven anders zijn als de anderen. Radicaal anders denken, zeggen wij graag. Heel belangrijk is ook binnen de firma plezier blijven maken en eigenlijk de waarde van onze te vroeg heengegaane collega Mark de Kat blijven uitdragen. Ja, want Mark de Kat is samen met u een van de founding fathers van het IndigoCare verhaal. Inderdaad, Mark is spijtig genoeg vorig jaar niet meer onder ons. Maar wij dragen zijn waardes die hij meegebracht heeft in de company nog altijd mee verder uit. Ja, de verhuis binnenkort moet u tot een goed einde brengen. Die is ook een beetje aan hem opgedragen, neem ik aan. Inderdaad, dat is iets wat wij samen destijds al beslist hadden dat wij moesten gaan verhuizen. En wij gaan dat project nu afwerken. Ja. Wat brengt de toekomst voor IndigoCare? In een slotvraag, een slotantwoord. Nieuwe innovaties. We hebben vandaag een hele nieuwe iTrack op de markt gebracht. We zijn ondertussen al bezig aan de volgende generaties van nieuwe systemen. En heel belangrijk voor ons team is ook fun hebben. Dus wij hebben een team dat veel fun heeft en toch een heel mooi resultaat neerzet. Oké, dat is mooi om te besluiten, want ook wij hebben fun gehad aan deze aflevering van de Toekomstfabriek. Rest mij nog om afscheid van u te nemen. Samen met het hele team hebben we de afgelopen maanden weer met inderdaad veel plezier aan deze reeks gewerkt. Hopelijk heeft u er ook van genoten. Graag tot een volgende keer.